naar de K3-show. We zitten hier nu te wachten op de trein. En ik keek er helemaal naar uit. Ze had ook gevraagd op de Twitter. Allemaal om 4:30 zo'n er aan doen. Dus dat heb ik ook gedaan. De broek heb ik thuis gelaten, want het was iets te warm voor die broek aan te doen. Maar ik ben er helemaal klaar voor. Dus let's go. We moeten deze trein stoppen. We gaan maar de volgende trein. Die rijdt rechts. Want er is ook een paar werken weer aan het spoor. Maar we gaan zien waar we geraken. En het komt helemaal goed. We gaan de trein toch. Straks een voorstap. Dat komt goed, maar dat komt al wel. Want dat was een lange wacht en daar had ik geen rustig voor. Dus ik had het in de hoogste. Dank je wel, heel erg. We zijn nu in Bergen aankomen. We moeten nu nog één trein doen en dan zijn we er. Spannend eigenlijk, want het komt helemaal goed. Dus nu is het wachten. Tot dat het eind komt. Hopelijk heeft die geen vertraging. Maar het koop van nu, maar we kunnen staan hier. Dus het is wel een beetje spannend, maar kijk, het komt helemaal goed. We zijn aangekomen hier. Het is iets te vroeg. Maar we gaan ook nog andere dingen doen, maar we gaan even uitrekenen hoe ik het over deed om hier naartoe te wandelen. Het is hier ook achter mijn markt dat je kunt zien, dus het is een beetje trekker en moeilijk. Maar hier moeten we dus zijn aan dit gebouw. Moeten we helemaal zijn. Dus dat is al één ding, maar we gaan nog even gezond wandelen, want we zijn veel te vroeg. Het was in 4:30, maar ik had dus vooral niet vertrekken met al die treinen en zo. Dus op en neer nu. Dus, Oh, je Bolsstar! Ja. Bolsstar, broer! Je wordt echt herkend overal, dus dat is echt een leuk. Ze lopen nu een beetje rustig nog wat te genieten. En dan straks terug. Dus. Voelde het raar om alleen te zijn? Nee, op zich voelde het niet zo raar. Nee, totaal niet. Dus deze plaatje klopt. Dus wat wel. Dus we gaan eerst eens kijken naar wat we kunnen vinden. Dingen dat we hier even gaan kopen of zo, dat niet. Maar gewoon je plezier maken hier. Het woord is echt heel druk. Binnenkort. Oké. Okay. We houden van Bolsstar spaghetti. Ja, Bolsstar. Oké, dankjewel. Ik heb plezier. We zitten in de blok. En dan op de roltrap. Helemaal naar boven. We gaan eens kijken wat kleren ze hebben. Want boven zijn ze heel veel K3 kleren. En ik wil eens kijken wat ze nu wel hebben. Dus nu gaan we naar de boven. We zijn nu binnen. En nu gaan we naar de A-zone. Het is een beetje zoeken naar de C. Maar dan moeten we A zijn. Dus. Goedemiddag, dames en heren. Welkom in de stad van Brugge Antwerpen. Het is ook voor mij ook zin. Ik zit hier, ik zit op rij 5, zo 11 uur zit heel dichtbij, dichter kon. Ik kom wel dichter, maar ja, ik moet wel echt heel snel de tickets pakken. Maar ik ben wel blij dat ik heel dichtbij sta. Ik weet niet wie er naast me komt zitten. Nou, normaal zit ik altijd op mijn hoofd, dus ik heb het elkaar. Dus de eerste keer dat ik echt wel eens in deze niet. Dus,
weet ik nog heel goed, met de koortsrakkers. Dan zaten wij daar ongeveer. Dus ja, wat leuk eigenlijk. Het is nu wacht op de show. Het begint om 4:30 begint de show. Dus we zijn wachten. Oh,
dus normaal is voor de kindjes alleen. Maar die van dat ik gedacht hebben, die hoort daarbij. En dat is wel leuk, dat vind ik een cool. We gaan toch eens kijken of ze goed verpakt in het privaat. Maar dat lijkt wel cool. We gaan eerst eens kijken waar die een klein hebben en zo. Net was hij in Brugge op de markt, maar die markt is niet gedaan. Dus een plaats genoeg. Dus we gaan daar eventjes een plaats. Die mensen die altijd op wachten, dat zullen vinden. Nou, dus ook een zakje krijgen. Ja, ik heb ook een beetje vlaggen en zo. Ik heb een beter kindje mee gekregen. Dus dat is wat het is. Dan gaan we daar weer op wachten. Ja. Kijk daar. Ja, ik had eigenlijk filmen, maar ik heb het niet gedaan. Zo, we zitten weer in de trein. De foto staat er nu op die de gezin van Miriam. Dat is in feite goed. Tanja had heel veel gemaakt, dus we staan er nog. We hebben wel nog dan even vis gezien, dat was echt super leuk. En trouwens, die staat er helemaal niet op vis. Dat was echt kei leuk dat die mensen ook liep. Op een of andere manier. Dat is echt wel heel leuk. Dus dan is het wel voor de trein naar huis. Het is allemaal donker aan het worden, het was ook koud. We hebben nog even gewacht op Hanne en Marten, maar Hanne en Marten kwamen gewoon niet af. Ofwel waren ze al buiten, ofwel moesten ze nog buiten komen. Maar we hebben het risico niet genomen en we zijn helemaal op de trein gegaan, want het was nog al heel erg koud. En we gaan met de zakwart fiets naar het retourke. En dan gaan we wel het verstaan voor vaker natuurlijk. Maar eigenlijk, de show was eigenlijk wel heel superleuk. We hebben echt wel genoten. Mia heeft heel goed gedaan. De show was ook zo niet te veel dingetjes, maar het was echt tof. Het was echt heel tof. Het was echt een leuke show om te kijken. De moeite waard, want er was ook van die vlagjes gekregen. En dat was ook wel leuk om zo een vlagje te hebben. Ik heb nog een aantal. Dus dat was echt leuk. En dat kunnen we eigenlijk niet zeggen. Dus vond je het leuk, vind ik het wel. Hopelijk niet abonneren en morgen zijn we weer.